I got it. Fuck up. I got it. Beste aanzitters, vanavond, zoals gezegd, nemen we afscheid van niemand minder dan Myron Boadu. En hij is hier vanavond om van jullie afscheid te nemen. Hoe is het om er terug te zijn? Ja, het is een fantastisch gevoel om terug te zijn. Ik ben heel trots dat ik afscheid heb mogen nemen van AZ. En met de fans erbij was gewoon iets wat ik niet kon weigeren. Eigenlijk is het niet een afscheid, het is gewoon een zie je later. Een tot ziens? Tot ziens. Ja, zo van ik kom over een paar jaar wel weer terug. Ja. Ja, want vertel eens, mis je het? Ja, tuurlijk mis ik AZ. Ik heb gewoon 9 jaar hier gezeten. Ik denk dat het voor een jongen van 21 niks is dat je gewoon helemaal van cultuur verandert, helemaal van club verandert, waar je 9 jaar elke dag naartoe gaat. En tuurlijk mis ik het, maar ik ben ook heel blij met waar ik nu ben. Mm-hmm. Elke dag als ik wakker word, ben ik God gewoon dankbaar dat ik daar zit. En dat is gewoon iets waar ik AZ dankbaar voor ben. En wat ik zeg, ik ben de jongen die op zijn 12e binnenkwam en alles heeft meegemaakt met deze club. En dat soort dingen zijn wel gewoon dingen die je voor altijd bij is. Mm-hmm. En daarom mis ik de club ook zo erg. Ja, je zegt het zelf, van inderdaad 9 jaar, dat is best wel een hele lange periode, dag in dag uit. Wat blijf je dan het meest bij van zo'n periode? Hoe zou je dat dan omschrijven? Ja, al de trainingen in de jeugd, mijn eerste training bij AZ voordat ik werd aangenomen. Dat soort dingen blijven me allemaal met mijn debuut. Door AZ ben ik in het Nederlands elftal gekomen. Dat soort dingen blijven me allemaal bij. Er zijn heel veel mooie momenten, maar ik denk dat ik niet kan kiezen, maar nee. Laten we het gewoon erop houden dat we heel veel mooie momenten met elkaar hebben meegemaakt. Oh, superstar! How are you, bro? I'm good, bro. Nice to see you, bro. We talk later, yes. Mela Mels! Wow! Kan je dan omschrijven? Neem ons eens mee. Je komt hier aan bij het stadion en dan? Ik tik mijn broer aan en zeg van, hier zijn we een tijdje niet geweest. En het was gewoon een mooi moment voor mij en mijn broer, omdat we vanaf vroeger al samen aan het voetballen zijn. En dan ga je een beetje nadenken met z'n tweeën, zeg maar, wat we allemaal hebben meegemaakt. Ja. En dat was gewoon een mooi moment. En toen ik gewoon binnenkwam, al die vertrouwde gezichten, was ook gewoon goed. Benador! Hoe is het? Gaat het? Ja, gaat het? Oh my god! Hi, Sami, echt bro, love bro. Ja, dit was het dan.